Waar staat hij dan? Daar is hij dan. De das die op 27 juli is doodgereden bij de Nieuwe Meer. En die eigenlijk nu aan zijn tweede leven begint. Een paar weken geleden lag je er nog zo bij. Maar onze huisecoloog Martin Melges redde hem van de kliko bij de dierenambulance. Ik heb in Nederland nog nooit een das in het wild gezien. Ik fietste meteen naartoe. En hij lag in de koeling, heet dat. Dat is 4 graden. Daar moet hij niet te lang in blijven liggen. Want dan is hij niet meer op te zetten. Maar samen met de preparateur is het hem toch gelukt. En zij deden een bijzondere vondst. Ik heb hem bekeken. Zwanger vrouwtje. Ik zie geen tepels. Een zwanger vrouwtje heeft al tepels natuurlijk. Met zo'n buik. Als er jongen in zitten. En hij belde me de volgende dag. Had hem geopend. En er kwam een vloedgolf van bramen uit zijn buik. Hij had zich helemaal volgegeten met bramen. Een lekker laatste avondmaal dus voor dit diertje. Dat je niet elke dag tegenkomt. Ja, dat is heel zeldzaam voor Amsterdam. Maar ja, dat je dan sneuvelt uit Nieuwe Meer met je pens vol bramen. Misschien was hij wel besopen van het gisteren. Dus hoeveel dassen heeft u in uw carrière nou, gezien? Nou, 5 zeker, hè. Maar... ze waren wel meestal dood. Ja, eigenlijk ja, allemaal. Allemaal. Martin had de das graag aan zijn dierenverzameling toegevoegd. Maar ja, mijn vrouw die had het niet goed gevonden, dus ik deed het illegaal. Verdomme, die Melges staat hier weer met een das. Maar hij mag morgen nog 1 dagje blijven, want er komt mijn kleinzoon hier. En die is gek op dieren. En die mag hem dan aaien. En die aait ook de vos die we hier hebben. En als dier klaar mee is, gaat de das naar de oeverlanden, waar alle Amsterdammers haar kunnen bewonderen.